Heb jij het ook wel eens gehad dat je had gekookt voor iemand en dat diegene zei, dat is niet zo lekker? Heb ik gehad. 2 jaar geleden heb ik hier voor de mannen gekookt van de brandweer. Ik had chili con carne gemaakt en ze zeiden na een paar minuten, we gaan pizza's bestellen. Ik val hier door in de pan. Mag ik voor jou het recept hebben? Ik kan het wel voor je opschrijven. Ja, geef mevrouw dat je het nooit moet maken. Ik ga het goed maken. Chili con carne ga ik maken. Nu is het makkelijker. En lekker snel, want ik heb hulp van deze box. Nee, man! Kansen. Oh ja? Wat? Nou vertel. Wat ik vandaag ga doen, ik ga het goed maken. En 3 keer raaien wat ik ga maken. Chili con carne. Nee. Maar dit komt goed. Ik ga de keuken in. Nee. Afwas wel, bedankt. Ja, jij snapt hem. Oké, tot zo hè. Chili sin carne, maar ik heb ook gehakt besteld, want dat willen de mannen er nu eenmaal bij. Het is snel en makkelijk. Ik zal ze eens even wat laten zien. Water in de pan. Ik weet niet hoe je aan moet. Menno? Ja? Klein ding. Ik heb en de knop eraf getrokken. En ik weet niet hoe het vuur aan moet. Nou, je maakt er wel weer een zootje van, hè? Niet tegen de rest zeggen. Ik zeg niks, ik zeg niks. Doe de rijst in de pan. Dat is makkelijk. Nou, ik ben hier gewoon trots op. Het ziet er lekker uit. Doe er even nog wat bitters bij. Kunnen ze wel gebruiken. Hier kunnen ze niks verkeerds over zeggen. Als ik dit kan, dan kan echt iedereen het. Maar dan ook echt iedereen. The finishing touch. Ik vind het jammer dat ik zelf niet dat eten. Ik heb mijn honger. Tadaa! Nee! Ziet er mooi uit, zeg. Weet je, dat is vorige keer, hè? Hé, maar dit wilde ik horen. Ja. Maar dat ruikt zeker goed. Wat verschrikkelijk. Lekker zeg. Voor minimaal een 8,5. Ja, Chantal. Ik heb wel hulp gehad, hè? Okay. Van de boksen. Eet lekker rustig. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Heb je ook lekker afgewassen? De afwas, dat was nog wel een dingetje. Dat zou jij doen, toch? Hoe ziet het eruit? Hoe ziet het eruit daarom? Ik moet weg. Oké. Okay. Ik moet weg. Moet je uitdrukken? Dus, ja, ik moet uitdrukken. Ja, genoeg. Dank Chantal. Ja, het is echt lekker. Hm? Tja. Joehoe. Ik ben gewoon geslaagd. Vanaf nu hoef ik nooit meer hier aan te horen. Hé, hey, Chantal, je gaat toch niet koken, hè? Nee, nu roepen ze mij naar binnen om te zeggen, Chantal, ga je weer koken? Joehoe! Kook je ook mee met HelloFresh? Klik op de link om je box te bestellen.